Op en Schoenhaker. En ook Gerald Spanenburg is er niet bij. Tot in de motspeur. Met in de goal de befaamde Ray Clemens, maar niet al te formidabel op dreef. Newton, Miller en Roberts in het centrum. Villa en Argentijn op het middenveld. En Perryman, nummer 6, is de rechte vleugelverdediger. Ardiles, de andere Argentijn. En dan toch Archibald, de gevaarlijke spits van de Spurs. Kelvin, nummer 10 is Klein Hoddel, de spelmaker. En nummer 11, de heel jonge Mark Velko. Wim Jansen. En bij hem beginnen heel veel aanvallen van Ajax. Boeven. En de Engelsen laten zich massaal terugzakken op de eigen helft. Storen niet vroeg. Jesper Olsen. Lerby. Schot van afstand. Het zou kunnen. Nog altijd Lerby. Doorspelen. En dat leek op een overtreding. De scheidsrechter vindt het kennelijk te zwaar om er een strafschop voor te geven. Maar een overtreding leek het zeker. Molenaar. En het duurt toch vrij lang voordat Ajax diep speelt. Het is toch zuinig met de bal. Er zijn 10 minuten gespeeld. Het is nog duidelijk de situatie verkennen. Ziegler. Ling. Goed doorgekopt. Piet Hamberg. En Perryman. Ling. Newton. Ling fel. En dan wordt de bal maar net binnengehouden. En dan een wilde trap over de lijn. Problemen tussen Newton en Ling. En dan krijgt Ling toch nog de vrije trap mee. Of tegen. Wat is het? Dan heeft Ling kennelijk iets gedaan wat wij niet zagen, maar de scheidsrechter wel. Ziele. Søren Lerby. En geen overwicht van een van de twee ploegen in de beginfase. Goed gespeeld van Ziegler en helemaal vrij Keijer Molenaar. Molenaar en Villa. Te lang gedreven met die bal. Ineens cross gespeeld. Ziegler ertussen en op tijd. Roberts. Velko. En dan niet best afgespeeld van Hoddel. Hoddel, geen echte Britse voetballer, heeft de ballen graag in de voet. Archibald, nog altijd. En doorspelen, en dan is de situatie gelijk. Lerby en Archibald claimden allebei een penalty in de beginfase. Castillo is er niet royaal mee. Ardiles. Speelt vrij ver achter op het middenveld. Tony Kelvin. Kelvin, Villa. Heeft Villa geluk? Villa, die moet gestoord worden nu. Archibald. En een Hoddel. Lerby goed gedaan en daar de kans. Geblokkeerd door Wim Jansen. Tjeu Laling. Oh, zwak gedaan en geen buitenspel. En daar de nummer 11. En het is een goal van Mark Velko na 19 minuten spelen. Een enorm misverstand bij Ajax. Zwak verdedigen van Ajax wordt in de 19e minuut noodlottig. Het lijkt op buitenspel. De scheidsrechter geeft het niet. Mark Velko scoort 0-1 voor de Spurs. Kinje Molenaar. En Ziegler. En wie gaat nu de organisatie bij Ajax achterover nemen? Jesper Olsen. En die Engelsen die zijn beslist niet beschroomd. Ze zijn niet gekomen op een gelijkspelletje. Goed bewegen van Archibald. Heel goed gedaan. Archibald, Villa. Te veel naar de buitenkant gedrongen. En dan blijft hij toch handig, die Argentijn. Piet Schrijvers.
En dat ziet er bij Ajax achter in deze fase van de wedstrijd zeker niet goed uit. Kenje Molenaar en de vleugelverdedigers Molenaar en Peter Boeven hebben defensief de handen vol. Komen niet toe aan aanvallende acties. Glenn Hoddle. Villa. En het zijn toch weer de bekende spelers die de wedstrijd in de handen nemen. Hoddle, Villa, Ardiles. Veelvuldig aan de bal. Ardiles. En dan een zwakke breedtebal. Schoenaker om de man heen. Ardiles meegekomen. Miller in de rugdekking. Tony Kelvin. Kelvin. Mark Pelko. Archibald. En Villa. Bonkig. Gevaarlijk. Lerby. Tony Kelvin. Hoddle. En Ajax heeft het moeilijk. Gemakkelijk gevoetbald van Hoddle. Beenberg. Piet Hamberg. Een overtreding. Vrije trap voor Ajax. Nog net op de eigen helft. Lerby. Hij is een van de weinigen die vooruit voetbalt. Peter Boeven. Olsen, hard. En dan zit daar op het laatste moment, zit daar Roberts tussen. Dick Schoenaker, Edo Ophoff beweegt. Piet Hamberg wordt weggekocht door Kelvin. Villa en... Dat lijkt me niet juist dat daarvoor wordt gekloten. De man is sterk in de lucht, de Villa. Hij heeft een groot lijf. Lerby voor Ajax. Te hard gespeeld. Obstructie. Vrije trap voor Ajax. De man die de obstructie vergaat is Miller. Kenje Molenaar. Daar de kans voor Lerby. En dat is een goede kans die maar net wordt achtergesteld. Wel ten koste van een hoekschop. Clemens. Villa vroeg de lucht in. Pelko. Een schot van grote afstand waar Schrijvers heel veel moeite mee heeft in de 34e minuut. Heel onverwacht wordt die Mark Pelko in stelling gebracht. Die bonkige nummer 11 en een schot van grote afstand. Tony Kelvin. En de kans. En de goal. En het is opnieuw de nummer 11. Het is opnieuw Pelko. Ai, ai, dat zijn er twee in de 35e minuut. Brengt Pelko de stand op 0-2. Een hoekschop. En dan zijn die Engelsen sterk. Die hinderen. Dan komt de bal bij de Mark Pelko. En die heeft geen moeite om de stand op 0-2 te brengen. Dick Schoenaker staat helemaal alleen. En vindt dan Peter Boeven. De linker vleugelverdediger als rechtsbuiten. Schoenaker. Søren Lerby. In de 44e minuut. En een goaltje zou best welkom zijn zo vlak voor rust. Lerby. Een goede kopbal van Piet Hamberg na een voorzet van Søren Lerby. En het is rust. En de Spurs gaan rusten met een verdiende 2-0 voorsprong. Dames en heren, in beeld nummer 14, Gerald Spanenburg. Hij vervangt Edo Ophoff en hij zal wat meer beweging in het spel van Ajax moeten brengen. Archibald, en helemaal vrij, Alko.
En via Schrijvers naast. Boeven. Olsen. Overtreding van Archibald. Tegen deze kleine Deense linksbuiten van Ajax. Lerby. Archibald zit ertussen. Klenhoddel. Goed overgenomen van Vanenburg. Link. En dan een goede kopbal van Piet Hamberg. Niet de juiste richting. Wel op tijd gesprongen. Goede actie van Ajax. Klemmen is een zwakke uittrap. Vanenburg goed ertussen. Jesper Olsen. Olsen struikelt. Maar een goede voorzet. En een kopbal. En die is maar net over. Een prima kopbal van Piet Hamberg. Die al enige malen met het hoofd gevaarlijk is geweest. Het hele kleine beetje geluk dat je dan nodig hebt ontbreekt. Gerald Vanenburg. En als hij aan de bal is, dan kan er toch iets gebeuren. Jesper Olsen. Binnendoor, Olsen. Lerby. Gerald Vanenburg. En dan achter de man gespeeld, achter Hamberg. Juten. Vila. De centrumspits die zich regelmatig terug laat vallen. Velko en Ardiles. Juten, routineert elftal, Tottenham Hotspur. Dick Schoenaken. Ricardo Villa. Goed gevoetbald van Villa. Piet Schrijvers, keurig op tijd. Een goede actie van de nummer 5 van de Spurs, deze gepaarde Ricardo Villa. Stijn Ziedler. Dick Schoenaker. En Tjeula Ling. Ling, nog niet echt langs zijn man heen geweest. Ling. Schoenaker. En Ray Clemens. Er zit meer beweging, er zit meer leven in Ajax in het begin van de tweede helft dan in de hele eerste helft. Lerby. Een zwak gespeelde bal van Steen Ziekler. Ardiles. En geen buitenspel. Ricardo Villa. En daar gaat de bal. Nummer 3. Villa. En de wedstrijd die is verloren voor Ajax. Dan lijkt het maar. 3-0. Na 22 minuten spelen. En deze gebaarde Ricardo Villa omspeelde Piet Schrijvers heel beheerst. Het begint allemaal op het middenveld met een zwak gespeelde bal van Ziegler naar Lerby. Onderschepping Ardiles. En dan komt Villa vrij en scoort zeer koelbloedig. Ajax. Hoge bal, Miller de lucht in. De kans voor Lerby. En de goal van Lerby. En dat is binnen een minuut van 3-0 naar 3-1. En dat is lekker. Want een aansluitende treffer, dat brengt Ajax terug in de race. Wie had dat kunnen denken? Na die treffer van Villa. Een hele lange cross die voor de voeten van Lerby komt. En in de 69e minuut wordt het 1-3. Peter Boeven, een van de hardwerkendste spelers van Ajax.
Keijenmolenaar heeft geen directe tegenstander, is nog eens een keer vrij. Olsen, Lerby, goed in de E2. Suri Lerby, Ardiles geeft een hoekschop weg. Olsen, heel ver weg, Archibald de lucht in. Ricardo Villa, een overtreding van Piet Wijnberg. Gerald Vanenburg. En links. Het lijkt me niet mogelijk om daaruit te komen. Er wordt obstructie gepleegd door Joeten. Ajax neemt de vrije trap. Nou, nu maar spelen op geluk. Goed gedaan van Schoenaker. Jesper Olsen. Søren Lerby, prima buiten, vrijgespeeld. Ray Clemens. En dit is niet snel genoeg. Het gaat te langzaam. Vanenburg. Beste bal van Vanenburg op Peter Boeven. Te hard gespeeld. Mark Pelko maakt er een hoekschop van. Keijenmolenaar. Roberts, Peter Boeven, Vanenburg alleen. Goed schot van Vanenburg in de korte hoek. En met de nauwe nood terecht door Clemens. Ja, een fijne actie van die kleine Vanenburg. En Vanenburg bewijst eens te meer dat je niet groot en sterk hoeft te zijn om een goede voetballer te zijn. Clemens verreuit, zwak gedaan, Schoenaker en Paul naast. En altijd diepe ballen van Søren Lerby. Jesper Olsen, hoekschop via Perryman. Gerald Vanenburg, daar de kans. Dick Schoenaker, een volley, over. Dat was een kans voor deze Dick Schoenaker. Ineens uit de lucht. Dat zijn moeilijke ballen. De bal ging over. Lerby. Jesper Olsen. Lerby. Lerby ineens in de korte hoek. Oh, wat gevaarlijk. En zo'n balletje moest feitelijk even onder de keeper doorschieten. Peter Boeven. Søren Lerby. En die vindt heel goed Peter Boeven. Boeven. En daar de kans. Colin. Geblokkeerd. Roberts geblesseerd op de grond, de nummer 4. Ling ook gehavend. Maar weer op de benen. Boeven. Gerald Vanenburg met de laatste mogelijkheid voor Schoenaker. Smoort in een woud van benen. Clemens. De wedstrijd is gespeeld. Ajax gaat nu verliezen met 3-1. Het verlies verdient. De routine van Tottenham Hotspur is te veel gebleken. Clemens, Villa, Ardiles, Hoddle, Archibald. Allemaal mensen die hun sporen hebben verdiend. Het was vanavond voor Ajax absoluut te veel. En in beeld de Spaanse scheidsrechter Castillo, die het uitstekend heeft gedaan.